Ja, ik ben iemand die heel erg kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Dat vind ik heel belangrijk. En ik heb op dit moment in mijn carrière het idee dat, dat ik stil kom te staan. En dat het leerzame op dit moment er wel vanaf is. En de perspectieven die ik in het voetbal heb, vind ik daarmee niet meer interessant genoeg. Koppel je dat aan mijn ambities buiten het voetbal, dan zijn de komende jaren daarin ook van cruciaal belang. En dan denk ik dat je realistisch ook naar jezelf moet zijn. En dan moet je ook een keuze durven maken en niet de fouten erin gaan om aan te blijven modderen om maar voetballer te blijven. En als dat niet iets is wat verder bij je past, dan moet je, zoals ik zeg, moet je een knoop door durven hakken. En dat heb ik gedaan. Ik had ook het idee dat je eigenlijk 2 jaar geleden al het idee had om ermee te stoppen na NEC. Ja, dat is ook zeker toen door mijn hoofd gegaan. Ik heb eigenlijk elk jaar wel een evaluatiemoment voor mezelf gepakt. Zie ik nog voldoende uitdagingen komend seizoen. 2 jaar geleden was het natuurlijk net weer wat anders. Toen kwam ik uit een slechte periode en was ik wel ook zoekende van, was ik het plezier in het spelletje eigenlijk kwijt. Maar wat ging je tegenstaan? Ja, wat ging ik tegenstaan? Ik had geen lol meer om elke dag op het veld te staan, om te trainen, zeg het maar. Het is... ja, de bekrompen voetbalwereld, waarin het vaak gaat over auto's, seks en geld. Ja, nou ja, goed, dat is tot een bepaalde hoogte is dat hartstikke leuk. Je hebt me ook wat langer meegemaakt. Je weet ook dat ik de kleedkamer humor vind ik hartstikke leuk en kan ik me prima in vinden. Alleen ik wil wel uiteindelijk ben ik op zoek naar meer dan dat. En ik denk dat daar nu een mooi moment voor is om daarvoor te kiezen. Er gaan ook mensen trouwens tegen jou zeggen, je bent ongelooflijk stom, want je krijgt 5.000-6.000 euro in de maand. Hoe kan je dat nou opgeven? Nou, dat krijg ik niet hoor. Nou, het is in elk geval niet weinig. Of misschien wel meer, maar dat maakt me ook helemaal niet uit, maar het is... Nou ja, maar kijk, weet je wat we... Ik heb in mijn carrière heb ik het financieel heel erg goed gedaan eigenlijk. En ben niet dusdanig financieel onafhankelijk dat er niet op kan. Maar ik ben wel mentaal volledig onafhankelijk van geld. En dat is uiteindelijk denk ik de meest waardevolle eigenschap die je kan hebben. Dus geld is voor mij op geen enkele manier een drijfveer. Daarnaast ben ik overtuigd dat ik dusdanig kwaliteit heb dat ik ook buiten het voetbal heel ver ga komen. En uiteindelijk wordt kwaliteit altijd uitgedrukt in geld. In deze wereld wel? In elke wereld. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dat is wel mooi hè, want je zegt ik ben totaal mentaal onafhankelijk van geld. Terwijl de meeste voetballers, die zijn dat juist niet. De echte profvoetballers denk ik. Ja. Dat is wel uniek. Nou goed, ik ben daar natuurlijk ook een apart geval in deze wereld. Los van dat, ik heb het altijd gezien, zo heb ik ook altijd ingezeten. Hè. Voetbal is leuk zolang het goed gaat en zolang ik de voldoening uit blijf halen. Maar op het moment dat ik het idee heb dat dat niet meer het geval is, dan is het ook mooi geweest. En ik ben nog niet veel jongens tegengekomen die er ook zo in zitten.